Welkom bij een nieuwe Piepshow met vier onderwerpen uh, vandaag. En uh, de NFT. Hij is weer terug. De NFT. We gaan het weer een keer over de NFT hebben. En deze vind ik, uh, de, de, ik, ik, ik. Ik vind het altijd cases. En die kijkt dan op verschillende manieren erna. Uh, zakelijk, maar ook communicatie. Ik vind communicatie altijd heel erg belangrijk. Uh, mm -hmm. Als er iets vervelends gebeurt, hoe communiceer je dan als bedrijf dat er iets vervelends gebeurt? Week ja. um, Recon Breakpoint. Oh jee, is er gestopt. Is Ubisoft is gestopt met de servers, dus het onderhoud. Nou, ze hebben, vorige ja. week hebben ze dit bericht uh, bekendgemaakt. Dat betekent dat er na twee jaar dat is echt heel kort na twee jaar komen er geen updates meer, geen patches, niks. De servers blijven online staan, dus je kan het nog spelen. Maar iedereen weet: als er niks nieuws meer komt, het is dood. Dan sterft het af. Ja. Maar goed, deze, deze game is van flop. Uh, ja, hij is geflopt. Uh, flopper de flop, om precies te zijn. Uh, hij is het rollenbak in gegaan met grote plons. En uh, daar heeft hij rondgedreven. Uh, eigenlijk de afgelopen twee jaar. Uh, ja. dat, dat, dat is zeker zo. Maar wat is nu het extra pijnlijke? Twee maanden geleden hebben zij hier de NFT's voor het eerst in ja, ja, ja. gedaan. Alsof, het, um, alsof dat een soort garantie van nou, ja, succes is. Nou ja, dat vind ik interessant. Dus ze hebben dus daar uh, met veel bombarie, hebben ze gezegd... Uh, we hebben nu NFT's in Ghost Recon Breakpoint, je kan ze nu kopen... en we, we doen dat voor jullie, want nu kunnen jullie spelen... en ook wat geld verdienen ermee, play to earn. Uh, dit is allemaal voor jullie, bladibla. En twee maanden later, grofweg twee maanden, wie weet is het drie maanden... maar in ieder geval heel snel daarna stoppen ze met de servers. Hmm. Wat betekent dat deze game klaar is, dat niemand het meer gaat spelen. Maar, waarbij ook betekent dat je NFT useless is als je hem hebt gekocht. Ja. Um, nu ga je mij niet vertellen dat jij twee maanden geleden niet wist dat dit boven de deur ging. Ja, natuurlijk. Dus ik vind dit behoorlijk, uh, ja, moet je dat zeggen? Nou, er is een goed woord voor. Ik ben het altijd kwijt. Maar cynisch ja, maar weet dat, je dat ze we... dit soort dingen pushen terwijl ze eigenlijk weten, oké, okay, deze game over een paar maanden. Gaan we hiermee stoppen? En vervolgens, dan wil ik je als laatste nog zetten. Hm. Geven ze ook een uitleg erbij? Zo, ja, jongens, uh, we gaan ermee stoppen. Bladi 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 bla. -di -bla, -di -bla, -di -bla. Uh, en dan geven ze serieus met droge ogen. You own a piece of the game and have left your mark in its history. En vervolgens zeggen we gaan gewoon door met de NFT's. Uh, in de komende games gaan we er weer een aantal inzetten. En. Welke geschiedenis dan? De geschiedenis van een geflopte game die niemand wilde spelen? Precies. Ik bedoel, maar waarom, waarom denk je... Ik bedoel, ten eerste vraag ik me af of, überhaupt of ze wel één NFT hebben verkocht. Ja, 87. 87. 87 87 uh, handelingen zijn er geweest. Het ah, is natuurlijk nul niks niet. Nee, waarvan dat... ze waarschijnlijk 40 van hunzelf en developers geweest zijn. Ik, ik weet het niet. Nee. Maar goed, dat is natuurlijk helemaal niks. Maar... Um, ja, het blijft zuur als je je geld in hebt gestoken. Uh, ons advies luidt dan ook: steek je geen geld in. In dit soort dingen. Nee. Want uh, het is echt. Onzin en zijn echt onzin. Ik weet niet, ik denk eigenlijk niet dat je dat gevolgd hebt, maar afgelopen week was er een hele grote bitcoin-conferentie in Miami. Ja, Miami, ja. Bitcoin 2022. En daar zat een bedrijf die ik ooit voor de bitcoin-show heb geïnterviewd. Ze D. heet zij. Mm -hmm. Ze zij zijn een gamingbedrijf mm -hmm. en zij bouwen eigenlijk lightning-integratie in videogames. Mm -hmm. Dat betekent dat je dus in videogames super snel, voor nagenoeg geen geld, bitcoin betaling kunt. Ja. Um, en dat wordt allemaal toegepast in allerlei verschillende spelconcepten. Nou, heel interessant. Maar uh, zij zijn tot een conclusie gekomen, die wij eigenlijk ook hier besproken hebben. Dat op het moment dat je uh, financiële um, beloning. Uh, in een game inbouwt... Mm -hmm. heb je dus een ander soort motivatie om te spelen. Mm -hmm. en die motivatie is niet meer intrinsiek... omdat je beland wordt in het spelplezier. Hij is extrinsiek omdat je beland wordt door geld. Ja. En um, daarmee... Uh, komen videogames in het domein... van werken terecht. Het lijkt ook meer op werken. Uh, en ze gaven daar... Een, een, een talk over. En daar zeiden ze heel eerlijk... Zeiden van we weten dat gamers dit niet willen. Nee. Ze willen geen NFT's. Ze willen geen... Uh, uh, in-game financiële transacties. Um, ze willen gewoon... Leuk games ja en ik vond dat uh, en ze zeiden zelf eigenlijk van ja we, we hopen eigenlijk dat er een nieuw uh, soort consument opstaat die het wel als werken in videogames die het leuk vindt om te werken in videogames en ik, hoe dubbel dat ook is, mm -hmm. uh, je zou dan kunnen denken, bijvoorbeeld aan de Chinese markt, waar uh, kids dag en nacht in een internetcafé zitten om een of andere World of Walker of character te ja. levelen. Wat ze vervolgens weer verkopen uh, voor ja, ja. 500 dollar. weet je, Dat soort shit. Maar goed, echt videogame plezier is het niet. Nou, je hebt kans dat Ubisoft die les inmiddels ook geleerd heeft. Andere uitgevers zullen hem ook leren. En ja. FT's hebben niets te zoeken in videogames. Nee, wat ik, wat ik al. Nou, waarom ik het mede. Wat dit eigenlijk duidelijk maakt, want deze week waren er gewoon drie of vier van dit soort cases. Het is ook een hele grote Formule 1-game met NFT's, uh, waar wel veel meer NFT's verkocht zijn. Uh, die is ook stopgezet. Mm -hmm. Kijk, nogmaals, ik heb niet het verstand uh, in die wereld uh, die jij bijvoorbeeld hebt, maar zo'n Bitcoin bijvoorbeeld. Natuurlijk fluctueert dat, maar dat blijft bestaan. Dat blijft voor de komende jaren eeuwig... in principe. Het is geld, dus je hebt gewoon... Exact, je dus, dat, dus ja. je kan daarin investeren. Je kan je geld er weer uithalen. Ja. Het, het, blijft, het blijft iets waard. Um, Zo'n NFT is in principe iets waard als die economie... Als nee, maar nee, door blijft gaan. Het, het is nooit niks, nooit iets waard, want wat je krijgt is dat degene die die economie dan zou moeten creëren, dat is één ja. partij. Als ja. die de stekker eruit, heeft, is de economie weg. Maar dat bedoel ik. En dat is, dat is hetzelfde met alle shitcoins, inclusief ja, alle NFT's. Okay. Ja, ja, ja. Daar is altijd iemand de baas, er is een directeur, er is een exact. bedrijf, weet ik veel, en die kan het gewoon de nek omdraaien als het winstgevender is om dat te doen, ja. dan om het voor te zetten. En dat is waar Bitcoin in verschilt. Daar kan dat dus niet. Dus nee. je hebt gelijk. Als jij wat satoshis verdient met het spelen van een game, nou, dat zijn satoshis die niemand je ooit meer afneemt. Nee, dat is uh, best interessant en uh, dat, dat vind ik het enge eraan. En dan ook nog eens een keer gecombineerd met, met die communicatie, weer dat, dat ze blijkbaar niks beters weten te zeggen dan: Ja, nee, oké, okay, het is vervelend dat het er niet meer is, maar je, 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 je hebt nu wel een stukje geschiedenis. Dan denk ik: Van ja, ik, ik, ik kan ook naar het kantoor gaan en een stukje steen eruit hakken. Dan heb ik ook een stukje geschiedenis? Ja. ik het, het? Is zo, nee, het is niks, het is een onzin. Maar het en, is nee. zo spreadsheet maffia pakken gelul weet je maar je, je van... ziet dan ook hoe die gamesindustrie ermee omgaat weet je ja. ik bedoel het is wat het meest dodelijke is voor het idee van die NFT's is als je ermee stopt en die NFT's waardeloos worden ja. en dat gebeurt dan ook direct weet je als het wordt geëxperimenteerd, oh het werkt niet hop, stek eruit nou, ja. en dan vervolgens is de hele geloofwaardigheid van Ubisoft is gewoon down the drain niet alleen nu maar uh, als het om NFT's gaat voor voor altijd mm -hmm. en dat is ja, dat is gewoon, ik, ik denk dat ze zich niet realiseren dat als je ervoor kiest om NFT's te gaan doen, dat je dan dat ecosysteem in leven moet houden. Ja, want bij verlies aan. Um uh, aan geloofwaardigheid uh, ben je voor altijd je positie als NFT-speler kwijt. En dat, uh, uh, dat is Ubisoft gaat dat nu ervaren. En ik denk dat ze gewoon veel te makkelijk de beslissing hebben genomen om hier de, de stekker eruit te Eigenlijk denk ik dat ze veel te makkelijk de beslissing hebben genomen om überhaupt iets met NFT's te gaan doen. Om te zich niet gerealiseerd hebben wat er aan vast zit. Ja, maar, maar goed, dat, dat ze denken aan dat geld. Ze zijn alleen maar. Bij, dat, ik. ik... Ik, ik merk gewoon een beetje dat als, je, als ik kijk naar hoe de industrie zich aan het ontwikkelen is. Te, nu en ten opzichte van uh, de eerste jaren dat we dit werk deden. dan had je eigenlijk twee keuzes. Je, je, had een, je, je kon een game kopen. Uh, daar werd gewoon netjes uh, reviewmateriaal al uh, opgestuurd. en preview-materiaal. Dus je kon je een beeld vormen. En vervolgens had je het risico: ik koop een game. en ik, ik heb gewoon geen reviews gelezen. of ik, ik weet je wel. en ik, ik val me een buil, want die game is niet goed. Dat was het: het was een slechte game of het was een goede game. En als het een slechte game was was het altijd een slechte game. En was een goede game? Was de goede game? En tegenwoordig, ik voel me soms... alsof ze gamers niet meer serieus nemen. Ik bedoel, dingen als dit, weet je wel. Van eerst, met, ah, we hebben NFT's voor jullie. We hebben play to earn. En dan twee maanden later gewoon de boel eruit trekken... en zeggen van, ja, maar je hebt wel een stukje historie. GT7, ja. GT weet je wel. Uh, de grinder ingooien. Uh, uh, die auto's opeens heel duur maken. En dan mailen. Oh, vonden jullie dat vervelend? Oh, dan passen we het weer aan. Het, het lijkt wel alsof ze ons als een soort van debielen eens kijken tot hoe ver we kunnen gaan ja, om dat, de dat is ook zo dat, dat lijkt niet zo het is gewoon zo ja. de consumenten voor dat soort bedrijven zijn debielen en, dat, uh, um, ja, en om heel eerlijk te zijn, als mensen die shit kopen, als mensen 40 euro uitgeven, ja, dan, dan, alcohol, ben dan ben je ook een debiel. Ja. Weet je, als je een NFT koopt voor de was nou, gelukkig waren dat er niet al te veel. Maar, nee. maar goed, weet je, dan, ja, dan moet je niet klagen dat je als debiel behandeld nee. wordt. als je jezelf als debiel gedraagt. En ik heb toch het idee dat dat de verschuiving is van, uh, 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 van, van wie is er aan de macht in de industrie. Dat waren ooit uh, de, de, de gezellige uh, man-vrouw met, met een baardje. En, en die hadden zo'n zo RPG-shirt aan. Weet je wel, en nu is het gewoon een man in een pak of een vrouw in een pak die bepaalt: het is gewoon te grote big business. Geworden. Nou, weet je wat het ook is: marketing is veranderd, dus wat je waar je ja, vroeger maar niet en goede een, nee, maar waar je vroeger een, 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 een product launch markette en ze ah, dit wordt de vetste shit zit ooit en ja. kom die game uit en ja, vond iedereen de te kut game. dan probeerde je dat een beetje de kop in te drukken en dan probeerde <laughs> dat die verkoop maar zo hard mogelijk ging en ja. dat lukte dan wel. Nu met die games als service shit. Komen die uitgevers erachter dat als je niet met een kwaliteitproduct komt, ja. dat je marketingboodschap averechts werkt. Ja. Uh, want dat wordt gezien als liegen. En aangezien de, uh, het, de, de piek van het verkoopmodel niet per se op dag één zit, wat mm -hmm. vroeger zo was bij die productlanceringen, maar eigenlijk uitgesmeerd is over een langere periode, draait het gewoon veel meer om kwaliteit. Ja. En dat, um, dat is een hard gelach voor, voor die industrie, die nog over het algemeen uh, gewend is om gewoon heel erg veel geld uit te geven. Ja, singing. en dan niet meer. En je prikt die ballonnetjes zo makkelijk door dat je denkt van, maar ja, ja, misschien zien ze ons wel als de bielen en, en zijn er inderdaad veel mensen die het toch doen, waardoor ze denken, nou ja, die 20 die 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 die, die uh, er tegen is, nou, whatever, maar die 80 procent de die pakken wij dan. Ja, goed. Um, dan gaan we naar, uh, nou interessant, het is een gerucht. Um, het gerucht. Story zou dan kunnen zijn dat God of War Ragnarok, die dit najaar moet uitkomen, dat het de laatste. Playst, dat moet ik goed zeggen? De laatste first party exclusive voor de PlayStation 4 gaat zijn. Dus dat, dat betekent wat je altijd hebt... Hè, uh, bij een overgang van de ene naar de andere console... Hm. heb je altijd even een jaartje uh, dat het op beide platformen is. Volgens... Um, dan gaan ze pushen op het nieuwe platform. Ja. Uh, waar je dat uit zou kunnen afzien is dat Mar Marvel's, uh, Marvel's Wolverine... Oh, kijk, mijn laptop is helemaal uitgevallen. De batterij is... Uh... Is leeg. Um, maar, en en Spider-Man, uh, dat die games alleen maar zijn aangekondigd... voor uh, de PlayStation 5. En mijn vraag aan jou is... Kijk, het is nog niet officieel. Mm -hmm. Het feit is dat we nog weinig horen over wat Sony na God of War Ragnarok. Er is nog geen vergezicht. En denk jij dat ze op dit moment vreselijk aan het puzzelen zijn? Wat moeten we nu doen? Moeten we nu full push op de PlayStation 5 gaan zetten... wetende... Dat het chiptekort er is, dat het chiptekort. Ja. Uh, kijk maar naar China, daar gaat alles weer helemaal dicht, want die mensen zijn totaal uh, in paniek, uh, willen ze nul corona uh, cijfers, wat natuurlijk onmogelijk is. Uh, dat betekent ook weer dat de handel daar stil komt te liggen. Deze problemen gaan tot in 2023 voortduren. Dat betekent dat ze misschien maar een paar miljoen PlayStation 5's erbij kunnen ja. leveren. En ga je daar dan vol of? houden ze zich zo stil omdat ze nog niet weten of ze die knoop moeten doorhakken. Waarmee ze dus deze games ook technisch gezien tegenhouden om full on next gen te gaan. Ja, nou ik, ik, laat ik zo zeggen, ik denk dat Sony een ontzettend groot probleem heeft. Mm -hmm. um, zeker als ze stoppen met Playstation 4 development. Omdat die Playstation 5's er gewoon niet zijn. Nee. Um, ik zou me voor kunnen stellen dat uh, het leeuwendeel van de omzet die ze draaien op dit soort games nog altijd op de PlayStation 4 is. Maar ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik dacht allemaal. dat ik bij Horizon zag: 40, 50 procent is nog PlayStation 4. Wat, ja. wat fors is. Nou ja, goed. En dan, maar je, wat je ook hebt natuurlijk is een heel groot gedeelte van mensen die in het enthousiasme voor het kopen van een nieuwe console daar één of twee games bij kopen. Uh -huh. En dat zou in dit geval dat zou dat is bij uitstek Horizon bijvoorbeeld. Dus ik ja. denk dat Horizon heel veel sales misloopt door het feit dat mensen zoiets hebben van ja ik koop hem niet tot PlayStation want ik wil hem op PlayStation 5 spelen. Maar ik koop geen PlayStation 5 want die is er niet. Ja. Dus wordt die game niet verkocht. Dus ik denk nee. dat 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 ga je zien. Um, ja, Sony's uh, uh, revenue is van een groot gedeelte afhankelijk van wat er op de PlayStation gebeurt. En um, ik denk dat het uh, ja het, het niet kunnen Lever of fabriceren ja. van die PlayStation 5. Ik denk dat het een gigantisch probleem is voor Sony. Ja. En ik denk dat het zo groot is um, dat ik vermoed dat we tussen nu en een jaar ja. grote kostenbesparingen gaan zien bij, uh, bij Sony. Okay. Uh, er de de komt sowieso natuurlijk een grote financiële crisis aan. Ja. Um, Laatst daar... hebben ze wel 90 mensen in Amerika maar uh, nou ja, we zet. hebben het niet over negen nou, okay. We hebben het over echt over complete uh -huh. studio's. En uh, um, ja, we, ga, we gaan gewoon weer een keiharde crisis in. Ja. En dat uh, uh, daar, Sony is volledig verkeerd gepositioneerd om dat uh, te kunnen overleven. Uh, ik denk dat, dat, dat wat dat betreft Nintendo en Microsoft er veel beter voor staan. Nou ja, la, laat ik hem er meteen bij pakken, want dat is mijn volgende uh, onderwerp. Ook dat is op dit moment een, een gerucht. Uh, vind ik er niet zo uh, niet. Plausibel gerucht. De laatste maanden zie je, en ik was laatst nog in de Mediamarkt... toevallig dit weekend in Alkmaar, ja. um, dat de Xbox series. X en S meer in voorraad liggen. Sterker nog, in Amerika zag ik opeens allemaal social media: van wow, hij ligt nu gewoon in de winkels. Je kunt hem gewoon halen, hij ligt er gewoon nu en in Amerika. Bij de media-markt waar jij was. Nee, dan was hij net weg. Dus daar zei hij nog wel van ja, het is wel wat moeilijk. En PlayStation 5 zei hij: Ramp. weet je wel, van dat krijg je af en toe en dan is het weg, dan krijg je de 20 en dan is het weer weg. En dan schijnt dus het verhaal erachter zijn, uh, en, en jij hebt dat al een keer aangegeven, um, die chips die zijn fucking schaars. En er zijn steeds meer bedrijven die, die moeten die chips hebben, die, want ja. anders ligt het bij hun helemaal plat. En dan is het gewoon, als er veel vraag is, weinig aanbod, dan kan je de prijs opdrijven. Ja, ja maar dat is de enige optie. Microsoft die hebt... heeft dus inderdaad, uh, naar, naar, als we dit gerucht mogen geloven, betaald... Om voorrang te krijgen binnen je chips leveren. En dat is, dat is heel slim. En we, ja. we, ik, weet dat we, ik heb dat een keertje in een piepje uitgelegd. Uh, dat dat de enige optie zou zijn. Dat eigenlijk Sony zelf de PlayStation 5 uh, voor 800 euro zou moeten verkopen. Als dat betekent dat je daadwerkelijk PlayStation 5 in de winkel. Maar dragen. dat is de, precies. Want Microsoft heeft de prijs niet verhoogd. Dus dit betekent dus dat zij het verlies nemen. Ze pakken dan het verlies ja, ja. Kaart, ja, ja. Maar ja. En dat doen ze eigenlijk in alles. Hè? Ook met Game Pass nogmaals. Ze noemen het sustainable. Dat, dat sustainable kan alles betekenen. Want je weet niet hoe hun boekhoudprogramma op is. Misschien is sustainable voor hun. Van we hebben per jaar, weet ik veel, 1 miljard dollar om verlies te lijnen. Als we daar binnen blijven. Ja, of het is marketingbudget. Whatever, whatever. Dan, dan, dan is het sustainable. Ja. Sony, voor Sony is sustainable het moet winst maken. En ja. Ze kunnen dus niet, en jij zegt van ze moeten gewoon die PlayStation moeten ze gewoon uh, 300 dollar er bovenop leggen. Nou, maar, kijk, ik, ik zou dat als gamer zou ik dat super kut vinden. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn, als, als ondernemer, ik snap niet dat ze het nog niet gedaan hebben. Denk je dat gamers dat zouden accepteren als Sony zegt jongens, uh, dit is het probleem. Iedereen weet het, die chips zijn niet te krijgen. Die kunnen we krijgen, maar dan moeten we 150 dollar meer betalen. Dat Betekent dat de PlayStation, uh, weet ik wat, die is nu 499, die wordt 699 en maar dan kunnen we er meer in de winkel leggen? Ja, maar Sony heeft geen keus. En laten we maar... eerlijk zijn, de consument heeft ook geen keus. En als wij zometeen, uh, uh, weet ik veel... Uh, als jij morgen boodschappen gaat doen bij de Albert Heijn... dan betaal je ook 20, 30 procent meer voor ongeveer alles, weet ja, je. je. Dat is wat ja, inflatie ja, ja. doet. Ja. En ja, daar hebben we gewoon nu heel erg mee te maken. De krachten die nu in het spel zijn, zijn inflationaire krachten. Mm -hmm. En dat, um, dat betekent dat producten duurder worden en je geld minder waard wordt. Ja. En daar kun je heel moeilijk tegen wapenen. Dat is echt lastig. Wat interessant is, is dat bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld het supermarktwijze, Ik heb er een interessant artikel over gelezen. Die zeiden van: je kunt niet tot in het oneindige de Hogere kosten doorberekenen op de klant. Want er komt een moment dat de klant dan zegt: Oké, okay, dan koop ik het niet meer bij jou. Ja, maar maar, en dan, dan maar, maar ik... dat is waarom we de financiële crisis. Uh, uh, maar dat betekent ook: maar, gaan ja, zien. of dus de, 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 de makers moeten het verlies nemen. Ja, maar de, de Sony kan geen verlies nemen. Nee, dat kan ja, ja, niet. Ja. Microsoft wel. Weet je? Ja. En Microsoft heeft allerlei. Uh, uh, kijk, je kunt van alles verzinnen om, mm -hmm. om, om, om je. je uh, hoe heet het? Je uh, business case aan te passen in dit soort scenario's. Ja. En laten we eerlijk wezen: voor Xbox is het allerbelangrijkste dat mensen een product hebben binnen de Xbox-familie of een PC, ja, 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 weet ik ja, wel wat ja. waarbinnen ze Game Pass nemen. Nou, de, de, dus met het is gewoon een. Het is logisch dat ze gewoon de, de, de consoleverkoop gaan subsidiëren. Ja, en dat Want als je ze binnen hebt, dan gaan ze ook niet zo snel ergens anders. Heen. Maar, maar sterker nog, er zijn nu op dit ogenblik in Europa meer Xbox Series ja. X verkocht dan PlayStation 5. Ja. en dit is de reden waarom niet omdat mensen geen interesse hebben in de ps 5, maar omdat de Xboxen er daadwerkelijk liggen en die ps ja. 5 niet. En dat uh, dat is gewoon het uh, het, het resultaat van mm -hmm. uh, um, ja van die inflationaire krachten die bezig zijn. En Microsoft is daarin, uh, laat ik zo zeggen, voornamelijk wat Amerikaanser en misschien wat ondernemender. Mm -hmm. En in die zin gewoon, uh, um, weet je, werkend met de mentaliteit dat je moet investeren voordat je kunt ja. oogsten. En dat doen ze nu. En ze hebben dat onder andere eerder al gedaan, omdat ze dus een assemblagefabriek in Mexico hebben ja, neergezet. Ja, 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 ja. Uh, waardoor ze niet meer per se afhankelijk zijn van de hele tijd die, die containers vanuit, vanuit China. En die containers vanuit ja. China, die zijn, um, uh, die zijn niet meer te betalen. Weet je? Vroeger kostte het, ja. weet ik wel, een paar duizend dollar voor een container uh, naar ja. Amerika. Nu is het, uh, ik geloof dat het echt de 25.000 dollar nee. voor een container zit. Dat is insane. Maar dat betekent dat dat zit ook allemaal in die prijs. Weet je? Ja. Ik bedoel, je bent is dus, uh, letterlijk, Sony is nu aan het concurreren met, met, met partijen om die chips. Partijen die meer betalen. Weet je, een autofabrikant die kan makkelijk 200 dollar voor een chip meer betalen, want ja. in de prijs van die auto is dat relatief weinig. Ja. Maar uh, uh, voor, als je een PlayStation 5 voor, voor, voor 400 euro in de winkel wil leggen, ja, dan is 200 dollar voor een chip is gewoon een groot probleem. Ja. Dus uh, Sony he, heeft een ontzettende kutpositie als het om, om de concurrentie gaat, om die chips. Vervolgens zit je nog met het probleem dat assemblage in Japan, of uh, sorry, in uh, China plaatsvindt. Ja. Dat betekent dat vanuit China de wereld over moet. Ja. Nou, we zien nu gewoon, kijk, China en, 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 en ik heb gewoon het idee dat China en Rusland hebben elkaar gewoon de hand geschud ja. en uh, die hebben afgesproken van, nou, als jij nou zorgt dat, dat ze geen uh, olie meer krijgen in het westen, ja. dan zorgen wij ja. dat ze geen spullen meer krijgen in het westen, ja. weet je? En onder het mom van Covid wordt gewoon heel Shanghai wordt dichtgetimmerd ja. en dan gaat gewoon geen ene fucking boot gaat er meer uh, uh, vanuit Shenzhen uh, richting uh, uh, richting Amerika. Dat is gewoon klaar. Ja. En, ja, weet je, dat, uh, het resultaat zie je hier. Dus Sony heeft gewoon een fucking groot probleem. Dus die, die zullen ook komen met nieuws van ja, we gaan waarschijnlijk Ik bedoel, zij zullen waarschijnlijk dingen gaan doen als assemblage opzetten in Europa, in, um, in Amerika. Om maar gewoon mee te con kunnen concurreren met, uh, uh, met, ja, met Xbox. Maar dat is, en, dat maar, is wel lange termijn. Laat ja, te... natuurlijk. Ja. En wat het ook nog is. Dat gaat het allemaal veel duurder maken. Dus die kosten gaan ja, omhoog. Ja, ja. En dat ja, lastig. Heel lastig. Is dat dan ook? Want je hoort nu ook veel, Jim Ryan heeft gezegd, uh, je hebt natuurlijk ook nog die koopoorlog, die studio koopoorlog. Ja. Nou, heel veel gerucht weer over Sony doet dit en, en Microsoft doet dat. Die positie die Sony op dit moment inneemt. Want feitelijk kun je, kun je als bedrijf, het is een aandeel gerelateerd bedrijf, Sony. Mm -hmm. Kun jij aankopen doen? Um, grote aankopen, dus substantiële aankopen, heb ik het niet over een paar miljoen. Heb ik het echt over, weet je wel, 10, 20, 100, 200, 300 miljoen miljard. Of wie miljard. weet wel miljard. Oh ja, um, ja daar hebben aandeelhouders hebben daar. Uh, een, een zegje in. Maar die zien ja. natuurlijk nu ook van dat bedrijf, dat heeft het op allerlei fronten moeilijk. Lijkt me niet handig om nu ook nog eens een keer een paar honderd miljoen uit die oorlogskast te grijpen om bedrijf X te kopen. Want dat, dat gaat weer af van de beurswaarde of, of, of dividend wat zij krijgen. Ja, nou ja, kijk, het zou kunnen zijn dat ze bijvoorbeeld al de beslissing hebben gemaakt om een overname te doen. Ja, en misschien, ja. als ze slim zijn, hebben ze al een deal gesloten met een bank. Maar. Ja. Uh, Ten tijde van de grote overname van bijvoorbeeld Bethesda en recentelijk Activision Blizzard door Microsoft ja. uh, waren de rentes nog extreem ja, laag. Is, zelfs negatief ja. uh, voor uh, bedrijven die een specifieke rating hadden. Uh, en Microsoft heeft zo'n rating, dus die betaalt bijna geen rente. Maar door dat uh, hoge inflatieverhaal, dat mm hoge -hmm. inflatiecijfer... wat je zag in Amerika als... Maar in Europa ook, hoor. Ik bedoel, in Europa zitten we geloof ik op gemiddeld 10%. We zitten in Nederland al bijna op 12%. Mm -hmm. Year on year, hè? Dus, dus dat was in een jaar tijd. Maar dat gaat nu, dat loopt op. Dus nu zie je misschien straks uh, al uh, in de CPI... Uh, dat is de Consumentenprijsindex. Dat is eigenlijk hoe inflatie gemeten wordt. En dat is niet... Uh, heel betrouwbaar, maar in ieder geval, nee. nee, goed, whatever. Het is, een, het is een meetlat die ze gebruiken. Um, wij gaan zo meteen naar, naar, die, naar die 5, 6, 7 procent inflatie in een maand toe. Ja. Nou, op het moment dat jij geld wil lenen, van, een, van een, stel je voor, jij hebt heel veel geld. En Sony komt bij aan van ja, luister, ik wil uh, 100 miljoen lenen. En dan heb je juist iets van: ja, is leuk en aardig, maar we zitten met 20, 30 procent rente per jaar. Zo meteen. Um, Hoeveel rente moet je dan wel niet vangen om die inflatie op te, Lekker, op te vangen? Ja. Weet je, dat, dat moet gewoon, dat moet substantieel. Moet je 30 of in ieder geval meer dan inflatie per jaar rente ja. ontvangen? Wil dat winstgevend zijn? Ja. ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, weet je. Nee. Je kunt geen 100 miljoen lenen tegen 30, 40 procent rente per jaar. Dat is ja. dus, uh, in zijn. Dus in dat inflationaire uh, 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 Toneelstuk hoort gewoon niet dat bedrijven veel geld, of eigenlijk dat banken veel geld uitleveren aan bedrijven. Het is dat iedereen is in paniek zometeen. Ja. En je, ja, we gaan, we gaan dus een grote crisis tegemoet. En um, ja, het is niet de tijd om dat soort overnames te doen. Nee, nee. En ja, Microsoft nee. heeft misschien al de funding geregeld uh, voor weinig geld voor, voor een lange termijn. Nou, gefeliciteerd, hebben ze goed gedaan. Maar die tijden zijn voorbij nu. Nee, precies. Ik zag dat Toe uh, K, die we hadden het over seniors, ja, senior aandelen. 2,7 miljard, die ze nu uitgaven om Zinga gewoon te betalen. Want die hebben mm -hmm. natuurlijk die deal gesloten. Ja, op een gegeven moment uh, uh, moet je over de, over de brug komen. Moet je, moet je gaan geld gaan leveren. Ja. Uh, ik was ook heel interessant dat de hele tijd het gerucht over From Software, dat dat naar Sony zou gaan. Nou, mm -hmm. dat wist ik niet, maar From Software is weer onderdeel van een conglomeraat. Naam ben ik even kwijt. Um, en dat conglomeraat dat is weer voor 10% uh, uh, van Tencent. Ah, okay, dus je yeah. krijgt nu een, daar krijg je ook een, bidding. moet een bidding war. En, ja. en Sony is op dit moment gewoon niet in de positie om een bidding war in te gaan, weet je wel. Nee. Maar ook nog eens, een als, als Tencent voor 10% eigenaar is van From Software, ja. nou, dan betekent als jij een vehonkelijke overname wilt doen, dan moet je dus Tencent uitvoeren. En Sony heeft weer 2% van Tencent. Oh ja, nou ja, goed, maar hoe je het ook bent of keer. Ja, ja. Je moet elkaar uitkopen, anders ben je ja. niet eigenaar van nee, een merk als nee, iemand nee. nog 10% heeft. Ja, dat is een grote aandeelhouder die kan je ja. niet zomaar uh, uh, aan de kant gaan, want die heeft zeggenschap en weet ik veel. Dus, uh, uh, en Tencent is niet geïnteresseerd in geld. Nee. Je, die hebben gewoon, die liggen ook gewoon uh, uh, aan de uh, tit van de, van de Chinese geldprinterij. Mm -hmm. En dat. Um, dus, ja. dus jij zegt eigenlijk van: we hebben, we hebben, we hebben een fase gehad waarin uh, iedereen. Geld lenen, allemaal kopen, 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 en nu gaat dat straks stilvallen. Nee, je hebt, er is gewoon heel veel geldcreatie geweest. Daardoor is geld ontzettend goedkoop. Wat ja. dat eigenlijk wil zeggen is dat als de prijs van geld laag is, betekent dat er wordt geleend. Dus het is een op schuld gebaseerde economie. Uh, er werd nagenoeg gratis geld geleend, geld geprint, geleend van, van de generatie van de toekomst. En uh, dat is, dat heeft geleid tot inflatie. En die inflatie leidt ertoe dat mensen het vertrouwen verliezen. In die munten dus uh -huh. de, de, de euro of de dollar of de uh, Chinese one of whatever weet je ik bedoel als mensen vertrouwen verliezen in die munten verliest de munten zijn koopkracht en dan is het heel snel gedaan ja en dat zie je altijd dat is een exponentiële groei dus het begint altijd met een beetje van ja mensen weten niet want het nu en nu zitten we echt zoiets van ja het is toch wel kut die inflatie en boodschappen nou, uh -huh. worden wel duur hè? ik weet niet helemaal ja. en op een gegeven moment gaan mensen nadenken waarom is dat eigenlijk en dan zien ze dat geldcreatie eigenlijk een soort verkapte belasting is En dan, zeggen ze, nou, dan is de belastingdruk wel erg hoog in Nederland Ze zeggen, nou, misschien moet ik ergens anders moet ik mijn huis verkopen moet ik eerst gaan wonen wat goedkoper weet je dan krijg je dat en dan gaan mensen met een portemonnee stemmen ja. en dan ja dan klapt het op een gegeven moment en we, het stom is je ziet dat nu overal gebeuren. je ziet uh, er zijn rellen in Sri Lanka vanwege ja, ja. de inflatie rellen in Peru, Peru vanwege de inflatie uh, we hebben dat in Libanon gezien vanwege de inflatie in Turkije 50 60 procent inflatie ja, ja. per jaar op dit ogenblik ik bedoel dat is gewoon niet fucking grappig meer ja. en dan ja weet je dan moet je daar een product als PlayStation moet je in dat soort markten moet je dan en aan de kant vechten tegen de inflatie. Uh, 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 de krachten vanuit, vanuit China en de producenten, ja. die chips kopen. En aan de andere kant moet je ook nog eens een keer je consumenten niet kwijt te zien raken, omdat je product eigenlijk twee duur ja, ja, ja. moet zijn. Hij ja, is nee, echt ja, wat, ja de, En dan kom je toch weer een beetje tot het slot: omdat die game pass, die je feitelijk straks ook kan streamen op elk platform, uh, voor, ja. voor, is dan ideaal. Omdat mensen hebben straks ook gewoon niet meer de 70, 80 euro om een game te kopen. Ik bedoel, ja. dat ga je nu gewoon krijgen. dus... Um, het zit ze gewoon niet mee. Uh, een deel hebben ze een eigen schuld aan en, en een deel ook niet. En um, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat ontwikkelen. Uh, nog Weet maar... je wat ik denk jij, eh? ja? Ik denk dat er een uh, hele grote fanatieke markt voor tweedehands games gaat komen. Of twee tweedehands consoles gaat komen best ja, kunnen. En dat betekent dat ja. jij zo meteen gewoon je Xbox 360 of je PlayStation 4 ja. gewoon nog voor relatief veel geld kunt verkopen. Ja. Omdat je gewoon gaat zien bijvoorbeeld in landen waar inflatie hoog is, bijvoorbeeld in Turkije of in ja. Libanon, of weet ik wat, dat mensen willen ook gamen, weet je? Dus ja. die gaan dat oké, okay, dan ga je niet op een Xbox uh, Series X of op een PlayStation 5. Fuck het, maar dan ga je gewoon FIFA spelen mm -hmm. op een PlayStation 4 Wat denk Xbox je dan niet dat 6... streaming platforms <coughs> juist ja, zo populair worden als uh, pff, weet ik wel, ja, vroeger had je Online, maar uh, ja, oké. Okay, uh, hoe heet het nou? Van, van Google, Stadia, weet je, waar je, nou, het is ook weer een abonnement. hè? Bedoel, je, ja, nou, het kan, maar het is, het is allemaal een, een, een prijsverhaal. Ja. En ik bedoel, het is, het is wel, daar ben ik met je eens. Het is een, uh, een wapen tegen inflatie. Ja. Het kan, weet je. Dus het, het, betekent dat jij een nieuwe game kunt spelen op een oude console dankzij die streaming. -shit. Ja. Maar ja, goed, dan moet je wel de firmware van je uh, PlayStation 4 updaten. En je dat bent maar een, een eigenaar. Nou ja, goed dat, maar, maar ja. het gaat in eerste instantie om het spelen van die games voor relatief weinig geld. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn, wat ik denk dat er gaat gebeuren, ik denk dat er weer dat die hele gekopieerde markt weer ja. terug gaat komen. Ja. Het, ja. uh, op het schoolplein. Ja, gewoon op het schoolplein, maar ook op de markt. Weet je. Ik bedoel, als ja. je vroeger naar... Beverwijk. Uh, ja. uh, ongeacht welke Aziatisch land ging, dan, dan kwam je terug met stapels aan games. Ja. Dat was gewoon... Uh, vooral Japanse games, dat was daar allemaal goed ja. te goedkoop. Lastige tijd. Um, ja. Eindigen we even uh, met uh, ja, ook weer zo'n voorbeeld van um, uh, PR Marketing Communicatie 2022. Je weet, I. Uh, I... Hoe heet het nou? E-football. Dat is het oude pest Wat je ja. vroeger religieus ja. hebt gespeeld. Uh, nou, de, die hebben ze gelanceerd. Uh, dat, was, dat was verschrikkelijk. Dat, ja. ja Je ziet het onspeelbaar. niet want Het was onspelbaar. Krankzinnig zag het eruit. Um, ze hebben nu een patch gemaakt. Dus ze gaan het nu weer relaunchen. Um, waarbij ze dus weer zeggen: van ja, nee. Ja, achteraf moesten we toch concluderen dat we het te vroeg in de markt hebben gezet. Ik denk, yeah. dude, weet je wel. Ik, ik snap het als er een paar glitches in zitten, maar de game was gewoon debiel slecht, weet je wel. En vervolgens zeggen ze ook nog een keer, de slogan is nu, het wordt nu nog leuker dan het al was. Weet je wel. <laughs> maar echt van... Ze hebben er over nagedacht, ja. Ja, nou ja. Nou, ik denk dus niet dat ze zo sarcastisch zijn, dat ze die humor hebben. Maar ze proberen het echt weer te verkopen van, it's gonna be more enjoyable. En het en hele tijd dat gelul van... Ja shit, nee, je hebt wel gelijk. Ja, we hadden dit zo niet moeten launchen. Weet je, hoe vaak kan je er met die shit nog wegkomen? Ja. launch het niet. Maar weet je wat het is? Uh, uiteindelijk, het is treurig dat ze het doen. Het niveau ja. is gewoon ontzettend laag. Het, ook het niveau van PR en marketing is gewoon ja. ontzettend laag. En um, uh, kijk, het resultaat is dat die game verkoopt gewoon niets. Ik bedoel, het is nee. dan, weet je, dit is gratis, dan, dan moet je dan betalen voor alle shit. Ja. Maar goed, whatever. Mensen, het kan zich geen fuck schelen, weet je. Ik bedoel, als het niet goed is, is het niet goed, dan ga je het ook niet proberen. En dat heb ik ook, weet je, bij dit soort uh, spellen, bij heel veel spellen. Um, weet je, tijd is kostbaar. En, ja. en als je, uh, uh, je kunt wel zeggen, ja, het is gratis die game is gratis, maar het, ga, het gaat er niet om... dat die game is gratis. Er, gaat, er zit ook tijd in. Je moet het leren, je moet het leuk ja. vinden. Je moet er echt in investeren. Nou, mensen hebben gewoon geen zin. Als, weet je, als jij van je buurjongen hoort, ja, die game is kut... Nou, dan ga je het gewoon niet meer spelen. Nee. Dus het is klaar, het is over en uit. Je kunt niet een drol oppoetsen... en, hem, en er later nog, gewoon nog een gigantisch succes van maken. Weet je? Mm -hmm. Er zijn bitter weinig voorbeelden waar dat gelukt is. Ik moet Zeker. zeggen, eentje waar wel gelukt is... is Fortnite trouwens. Fortnite was eerst gewoon een first person ja. uh, game... die niemand en toen gingen ze die sandbox shit doen of die uh, die battle royale shit doen en toen was het gelijk. Maar ze waren ook een van de eerste. Het, het ja. komt toen nog. Niemand Naar had PUBG. Waar maar denkt. niemand had Fortnite ook op de radar. Dus mensen ontdekten het pas toen het goed was. Ja. Dit is natuurlijk gewoon. Kijk, ze hebben iets opgegeven. Dat was uh, uh, PES uh, in de goede, de goede laatste jaren. dan verkochten ze nog steeds. Weet ik veel drie, vier. 5, 6 miljoen exemplaren voor 60 euro. Ze dachten van fuck, it, dat is niet genoeg. Uh, we gaan free to play. Ze hebben er een rol van gemaakt. En nu is alles weg. Dus nu heb je niks meer. En dat is gewoon de hele tijd die keuzes die gemaakt worden. Ze zijn heel erg bezig met waar kunnen we nog meer, waar kunnen we nog meer verdienen? Hoe kunnen we het anders doen? Terwijl het oude geven ze daarmee op. En dat ja. is, uh, dat is ja. zonde. Goed, ja. volgende week een nieuwe piepshow.